We zijn er klaar voor. 4 jeunes, 2 équipes, 1 objectief. Wie heeft de nieuwste technologieën en innovaties bij Defensie meteen te pakken? En 8 épisodes, nous relevons leur défi. Welk team bewijst zichzelf? Hallo iedereen, vandaag zijn we in Peutie bij het labo van Defensie en we gaan een hele leuke dag hebben, denk ik. On est prêt à relever tous les défis que l'armée nous propose. Dan zou ik zeggen, let's go! Woehoe! Welcome team Foxtrot Romeo and welcome team Alpha November. Aujourd'hui, vous allez participer à un challenge ici au laboratoire de la Défense où on va vous faire travailler en conditions réelles et vous allez devoir effectuer différents tests. Le premier sera dans le laboratoire Paul et le deuxième dans le laboratoire FOL où vous allez effectuer une analyse de colis suspects, vérifier si l'échantillon contient un danger biologique, radiologique, chimique ou explosif. Ok les gars, on vient d'avoir toute la partie théorique, maintenant on enfile nos tenues, nos lunettes et on passe à la partie pratique. C'est parti! Let's go! Let's go! Bonjour, je suis Didier, le technicien laboratoire. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Le challenge c'était de voir le mesurer un point d'éclair et chacune des équipes a été notée sur la façon dont elle a travaillé, le mode d'emploi et le résultat qu'elle a obtenu. Je vais vous montrer le test. Donc, il s'agit de trouver la température à laquelle un produit s'enflamme. Et la première chose à faire, ça va être de remplir le pot avec le produit. Et puis, on va utiliser l'appareil qui est ici. Et il y a une petite flamme qui va apparaître ici. Quand on va démarrer le test, elle va passer au-dessus du produit. Le produit va être chauffé par l'appareil. Et à un moment donné, les vapeurs qui vont se former vont être enflammées par la flamme. Ça, ce sera votre point d'éclair. Jusqu'au trait. Ah, zo, ja, dan 94. Ja, 92. Voilà. What? De resultaten zijn 92. C'est pas mal pour une première fois, c'est bien. Ouais, on avait prévu 88, maintenant 2. Vous êtes pas loin du compte, c'est bien. Voilà. Ça. Et là, je devais remplir jusque où? Il y a cette année l'aine. Ah ouais, jusqu'à la ligne. Tu le poses dedans. Op een gegeven moment dachten we dat het vlammetje wel bij de olie ging komen, dat het ging ontvlammen. Maar dat gebeurde maar niet. En dan is Didier naar ons gekomen om te vertellen dat er een foutje was, een technisch probleem. Sorry, I have to stop it. En toen dachten we eerst dat de eerste groep, dus het andere team, dat die ons eigenlijk gesaboteerd hadden. Maar ja, uiteindelijk bleek het dan toch een technisch foutje te zijn, maar dat was even helemaal misgelopen. Ja. Maar heureusement, on a eu une deuxième tentative. Tout s'est bien passé. Het was op V-min. V-min. En jij hebt daarop geduwd? Nee. Oei, moet je dat nou doen? Moet je dat nou doen? Ja? Oei, ja. Ah, bon. Ah oké. Okay. Ça va, ça va. Ja, ik heb het gezien, ik heb het gezien. Heb je een vlam gezien? Ja. Nee. 100% zeker. Ik heb helemaal geen vlam gezien. Oké. 86. 86? Yes. Nous avons eu 88 degrés. Vous avez eu 92. Ouais. Donc ça fait 4 degrés. Vous avez eu 86. Ça fait 2 degrés. Donc, vous avez gagné. Vous avez déjà... Désolé les gars. Vous avez un point pour le test. Vous avez aussi bien travaillé, vous avez un second point. Vous avez fait une petite erreur de manipulation. Écoute, tu vas y arriver ou quoi? Attends, mais non, j'ai dit ça. Tu as essayé de secouer la bouteille, tu as d'abord ouvert le bouchon. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, madame. Bien joué les gars. Cool spells, cool spells. Vous êtes des bons adversaires. Wow. Dus vandaag hebben we een onbekend staal binnen het labo en jullie gaan identificeren welk gevaar dat er in het staal zit. We gaan een chemische test doen, een biologische test doen en een explosietest doen. Of jullie gaan toch alles voorbereiden. De eerste is een chemische test, daarvoor gaan jullie dit apparaat gebruiken. Instructies op het scherm volgen. Oké, dat lukt. De tweede test is een biologische test. Dus aan de hand van DNA kunnen we dan identificeren dat er bepaalde gevaren in zitten van ofwel virussen, ofwel bacteriën, ofwel bepaalde toxines. En dan aan de hand van deze test, dit is om voor te bereiden, gaan we een explosietest doen. Dat is eigenlijk een klein potje dat gevuld met bepaald poeder. Dat wordt in een oventje gestoken en dan komt er een grafiek op en moest er een positief zijn voor explosieven, dan zit je met een piek. Ik heb nog een kleine verrassing voor jullie. Oh.
Voilà. Toch? Oh. Zie je wel, ja. Oké, okay. 3, 2, 1, go. Nee. De eerste challenge was eigenlijk het aandoen van een beschermingsoutfit. Die open? Ja. Nee. Die was getimed, omdat soms komt er een staal dringend binnen. Moeten wij zo snel mogelijk een resultaat kunnen geven ervan, omdat de mensen in quarantaine zitten. Jullie zijn als eerste. Ja. Punt voor deze ronde gaat naar Foxtrot Romeo. Oh. Dus nu gaan jullie per team de 3 testen die ik daarnet heb getoond uitvoeren in de handschoenkast. Ja. Oké. Okay. Dit? Ja, het is, ja, inderdaad, het is dit. Scan. Oula. Nice, ga goed bezig. Hierop, hè? Ja, en nu die tubekjes. Ja. Ah. Rood op rood en blauw op blauw. Ja, het was wel heel moeilijk. Ik ben er wel van verschoten hoe moeilijk het is om met die handschoenen in de box eigenlijk te werken. Ik had niet verwacht dat dat zo moeilijk zou zijn. Maar uiteindelijk, eens dat je dan bezig bent en ook inderdaad de instructies die we aan elkaar gaven, ja, die maakten het wel makkelijker. Dus het was wel heel leuk om te doen. Perfect. On s'était aussi décidé avant de commencer que Finn ferait le défi biologique et chimique et que moi je me chargeais du défi un peu plus technique, le défi explosif. Oui. Je pense que c'était une bonne idée de faire ça yeah. comme ça. Heel goed gedaan. Oké. Proficiat. De 3 testen zijn goed uitgevoerd geweest. Ik heb geen fouten gezien. Ja, dat is kei goed. Dus nu is nog wachten op de resultaten. Oké. Clean the sampling area and heel thick. Pour nettoyer. Oké. Ja, volgens dat. Voilà. Dan moet je nu blijven. Ja? Wat is dat? Oh, we moeten dat schudden. Ja? Ja, dat is goed. Dat is perfect. De voorbereiding is gedaan. Moeilijk horen met deze masker. En de handschoenen ook. Dat is echt moeilijk. Hè? Om die kleine dingetjes te pakken, dat was echt moeilijk. Ik heb zelfs een dingetje kapot gemaakt, per ongeluk. Ja. Oh. Zij hebben wel iets langer over bepaalde testen gedaan, waardoor dat de volledige tijd van interventie. En nu? Oké, en nu? Oké, en nu? Oké, en nu? En nu? Wat wil jij dat doen? Nee. Oké, dus eerst moeten we de pakket openen. Oké, en nu? En nu? En nu? Daar hier. Een stuk langer was dan het eerste team. Heeft lang geduurd. Heeft lang geduurd, maar ik denk dat we erdoor zijn. We hebben alle instructies gevolgd. Dat was niet zo moeilijk. Ik denk dat we erdoor zijn. Mm-hmm. Jullie hebben allebei een positief resultaat voor biologie gekregen. Woehoe! Effectief. Ja, cool. Ook het staal was. Dus het staal was positief voor ricine, wat eigenlijk een toxine is. Okay. Jullie hebben daarvoor allebei 2 punten gekregen. Voor de challenge, voor de tenues aandoen, heeft 1 team natuurlijk sneller dan het andere team geweest. Dus het team van Foxtrot Romeo heeft een punt extra gekregen deze keer. Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we het goed hebben gedaan vandaag. Ik ben heel blij met de resultaten die we hebben gehaald. On a 3 points là, t'es content avec ça? Ja, 3 punten, ja, is goed. Ja. Ja. Allez, les autres ont 5, mais en vrai, on les laisse un peu. Ah, ze hebben gecheat. Ja. Het was wel echt een hele leuke dag vandaag. Mm-hmm. Super tof. Ja. Super chouette, mais bon, on a quand même perdu, donc la prochaine fois on fera mieux. Volgende keer, verwacht maar. Continue à rêver, les gars, continue à rêver. Jullie zijn niet klaar. Oké, ik zou zeggen, like, subscribe en laat zeker weten in de comments wat jullie ervan vonden. Let's go! Tot de volgende! Ciao!